Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Und auch heute ist der Deutschlandrundspruch des DRRC wieder mit im Programm von Papa Alpha 00 News. Wir freuen uns, dass wir in den Niederlanden landesweit auf 145,575 MHz auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo ausgestrahlt werden und grüßen alle Hörer in Papa Alpha und in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik, die uns auf PI3 UTR via Echolink zuhören. Wir wünschen euch einen guten Empfang und schicken herzliche 73 aus Deutschland. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. The following program contains strong language throughout. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Ja, dat was me het weekje wel. Wordt er nog gefontest? Dat weet ik niet. Of wordt er nog gevossenjaagd? Moet je in Electron kijken of Dikars CQPA of op hamnieuws.nl. Nou ja, dat moeten we dan vanavond maar even doen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 news on Friday evening. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 News. We beginnen vanavond met de 5 Nederlandstalige Daily Minutes uitzendingen van afgelopen week. En aan het eind van de uitzending is er zoals altijd de Deutschlandrundspruch. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag. Oh jee, ik ga maar nu al verspreken. Het is 10 september 2016. Dit is het bulletin van zaterdag. As always in weekends, our broadcast will be in English, but we will first start with a small announcement in Dutch. Of course, we do have Morse code and an image in PD90 SSTV. Vanwege de ballonvossenjacht is er mogelijk geen herhaling van de uitzending van vanavond via PI2 NOS. We maken uiteraard graag even plaats voor een groot evenement als de ballonvossenjacht morgen. Je kunt de Daily Minutes echter wel om 10:30 beluisteren via PI1XDV-L op Echolink, PI1XDV-L. En via het internetradiostation Shorties FM op fm.shorties.nl, fm.shortiees.nl. Dat laatste werkt ook op smartphones door een van de URL's aan te klikken. Ik wil verder natuurlijk iedereen een heel fijne ballonvossenjacht toewensen. Wees voorzichtig op de weg en veel luisterplezier. 8 British competitors attended the ARDF World Championships in Bulgaria in the name of the RSGB. The national anthem sounded at the award ceremony for day 2 of the championships. David Williams, Mike 3, Whiskey Delta Delta, took the gold medal in the men's 50-year-plus age group sprint race. This is only the second gold medal won at a World Championships by an RSGB member, and the RSGB would like to add its congratulations to David and thank him and the other competitors for their efforts. Following on from the successful ARISS contacts carried out during the Timpeak Principia mission to the International Space Station, schools from across Europe are being invited to submit applications to be part of the ARIS program for September 2017 to January 2018. As so clearly demonstrated by the UK contacts, schools extensively benefit from a direct contact where a full amateur radio ground station is established at the school and used in the contact with the astronaut on the ISS. And of course, if you have a look at episode 11 of TX Factor, you will be able to see a full record of one of those particular contacts with the King's School in Ottery St Mary.
Now, this is the preferred approach within the UK, and to assist schools, the AMSAT UK ARIS UK operations team have a fully portable satellite station that can be used as part of the contact, which you can see in that TX Factor episode. And that allows schools to concentrate on the educational aspects of how a contact can inspire students rather than having to worry about the technicalities. Kieran Morgan, Mike Zero, X-ray Tango Delta, is the RSGB representative to ARIS, as well as the UK operations coordinator, and is available to give advice and support to those planning an application. Early interaction with Kieran can help avoid many of the pitfalls of ARIS's selection process. The deadline for applications is November 2016, with the selection of the successful schools being made in December. So I think it doesn't say a date here, so I'm assuming that's the end of November 2016. Anyway, if you're interested in putting in an application, contact Kieran as soon as possible. His email address is kieran.morgan, M-O-R-G-A-N, at rsgb.org.uk. That's Kieran, C-I-A-R-A-N, .morgan@rsgb.org.uk. The annual RSGB Construction Competition is to encourage home construction, experimentation, design and innovation. Any member of the RSGB or group of members is eligible to enter. The closing date for entries is the 30th of September and judging will take place at the RSGB convention. This year, the competition is being sponsored by Martin Lynch & Sons with prizes of £50 worth of vouchers for each category winner and £100 for the winner of the prestigious Pat Hawker G3VA trophy that will be awarded to the best overall entry. See the RSGB website for full details of the various categories, where you will also find an entry form. Free and unbureaucratic short-term cross-border amateur radio operation is set to be expanded to more countries outside Europe. Non-CEPT countries can now join the framework of the CEPT license and the CEPT novice license in a much simplified process, thanks to an initiative of IARU Region 1 to change the relevant recommendations. Full details of these changes can be read at iaru-r1.org. iaru-r1.org. The Grimsby UHF FM repeater, Golf Bravo 7, Golf Bravo Yankee, operated by the Grimsby Amateur Radio Society for the last 30 years, was turned off at the end of August. It was removed because the multi-storey flats where it was sited are due to be demolished next year. The new licence for a site in Cleethorpes is awaited. The new NOV holder is Dave Mike Zero Kilo Whiskey Kilo. If you have D-Star in northeast Lincolnshire, why not try the new D-Star repeater, Golf Bravo 7, Golf Charlie, whilst Golf Bravo 7 Golf Yankee is off the air. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 11 september 2016. Dit is het bulletin van zondag. Today's bulletin, as an exception, will be in Dutch only. Vandaag was de ballonvoorzicht. Bij deze uitzending hebben we twee SSTV-afbeeldingen in PD50 met daarop beelden van de start van de ballonvoorzicht. Met dank aan en op deze repeater bekende amateur die me de plaatjes stuurde. Tussen beide foto's in is weer het bekende HI in Morse te horen om je de tijd te geven om eventueel te schakelen. Vandaag alleen een mondeling verslag van de jacht, deels opgetekend van de website ballonvossenjacht.nl en deels van wat ik in de ether hoorde. Morgen is er ook een korte impressie met wat geluidsopname. Dit jaar trok de ballonjacht nog weer meer deelnemers. Vandaag deden er zelfs 46 teams mee. De 38e ballonvossenjacht begon keurig op tijd. Er was een experiment dat mogelijk was vanwege het rustige weer. De payload van de ballon hing dit jaar maar liefst 42 meter onder de ballon. Volgens berekeningen van het KNMI zal dit zorgen voor extra stabiele camerabeelden. Na ongeveer 25 minuten na de start bevond de ballon zich op 4,5 kilometer hoogte. Nog steeds dichtbij boven de omgeving van Den Dolder. De ATV-beelden kwamen op de verschillende streams uitermate goed door. Al snel waren er wat wolkjes te zien en later bevond de ballon zich boven de wolken die deels gebroken waren, waardoor er nog steeds regelmatig goed zichtbaar grote stukken land voorbij trokken. De drukte op de FM-transponder van 70 centimeter naar 2 meter begon inmiddels immense vormen aan te nemen. Met de drukte laten veel mensen ook het decorum varen en de operating practice was zeker regelmatig goed, maar bij tijd en wijlen ook een stuk minder. Positief was daarbij dat eigenlijk niemand zich daardoor van de wijs liet brengen. Na 45 minuten bevond de ballon zich inmiddels op 12 kilometer hoogte. Na 55 minuten was dat al 16 kilometer. De ballon bewoog zich toen noordoostelijk in de richting van Nijkerk, boven het hoofd van ondergetekende langs dus. Na een uur en 5 minuten was de ballon op 18 kilometer hoogte aanbeland, nog steeds richting ongeveer noord-noordoostelijk bewegend. Na een uur en 15 minuten minderde de ballon vaart en bleef op 23,5 kilometer hoogte in de buurt van Nijkerk rondhangen. Na anderhalf uur was dat op 28 kilometer hoogte in de driehoek tussen Putten, Amersfoort en Voorthuizen in. Na een uur en 35 minuten klapte de ballon op een hoogte van 30,6 kilometer. 10 minuten later was dat al 24 kilometer geworden en na nog 10 minuten was dat 12 kilometer. Vanaf die hoogte slaagde een Deens station OZ7 MAZ er nog wel in over de transponder heen te komen. Om 15:22 kwam de ballon op de grond terecht. Dit bleek in het plaatsje Hierde nabij Harderwijk te zijn. De top 3 van de eerste binnenkomers waren als eerste Berry PB4PT en Ron PA3DAM samen met Peter en met Ralf PA1RP. Nummer 2 was François PA1JFR en Vincent PA3FQX. Nummer 3, Wil, PA8W en Tony PA0TGA. Ja, het was weer een geweldig festijn. Ik heb in elk geval genoten van het meeluisteren.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 12 september 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag is er Morse en een SSTV plaatje in PD90. Net als de komende dagen is het een foto van de ballonvossenjacht. Vandaag begin ik met een fragment van de transponder van de ballonjacht van gisteren. Dan volgt in het Engels het propagatienieuws van de RCB. India Lima. OKZ met een mededeling. De ballon komt als een jekko naar beneden. De ballon komt hard naar beneden en heeft inmiddels de 22 kilometer gepasseerd. The balloon is coming down. The balloon is, so there's no balloon anymore actually. So the payload is coming down and currently has a level of about 22 kilometers. End of the message. Thank you, Misha. To mind. PNL. Papa Alpha 3 Hotel Gold Bravo PA3H Airport. Papa Echo 8 number India Lima. Delta Oscar 8 Charlie Whiskey Porta Juliet Oscar 40 Bravo Papa listening balloon 5x7. Papa Delta 1 Bravo Uniform Sierra. Papa Delta 1 Bravo Uniform Sierra. Papa Delta 1 Bravo Uniform 5 and 7 the balloon and Juliet Oscar 40 Bravo Papa Delta Oscar 8 Charlie Whiskey Portable name Christian over. Okay, name is Leo Lima Echo Oscar. Your cylinder site is 9 plus 60 dB. 60 dB. Nijmegen ook gehoord, het komt er ook prima overheen, hè? Hij zakt weer, hè? Hij zakt weer behoorlijk. Het station uit IJmuiden, dit is Papa Delta 1 af, Hotel Mike. Papa Delta 1 Hotel Mike. Hotel Victor. Papa Delta 1 Hotel Mike. Oscar Zip. Oké, Papa Delta 1 Hotel Mike. Hotel Mike, gedeeld. Tegen J en weer 20 wist van over. Er is een Oscar Zulu. Er is een Oscar Zulu. Hoe dat die Oscar Zulu zijn? Er zijn weer beelden van de ballon. Oscar Zulu, Oscar Zulu. Come again, Oscar Zulu station. The Alpha November Foxhot, Mexico Hotel Zulu. Papa Alpha, Alpha November. OMP damage. Hallo Bert. Okay, again, the Oscar Zulu station. Bravo Echo. The Oscar Zulu station, this is Papa Alpha 1 Ocean Kilo Zulu Mobile. Hotel 1 Alpha Hotel Zulu 1, Bravo Echo Foxhot, Papa Delta 1 Alpha Hotel Mike USO. Oscar Zulu, come in. Oscar Zulu, this PD 1 RHV. Oscar Zulu 1, Bravo, Echo, Foxtrot, Papa Delta 1, Alpha, Hotel Mike, Ben, do you copy? I can copy you loud and clear, loud and clear. This is Papa Delta 1, Radio Hotel Victor. Roep Oscar Zulu, QSL. Oscar Zulu, come again. Oscar Zulu 7, Hotel Zulu. Oscar Zulu 7, Echo Hotel Zulu, I'm not sure. This is Papa Alpha 1, Ocean Kilo Zulu Mobile. Okay. Papa Alpha 3, Alpha November Fox, Oscar Zulu 7, Mexico Hotel Zulu QSL. Okay, Oscar Zulu 7, Mexico Hotel question mark. Papa Alpha 1, Ocean Kilo Zulu, we are the following group of the balloon foxlands in Holland. So try again your suffix, over. Mexico Hotel Zulu, Mexico. Okay, Oscar Zulu 7, Mexico Hotel Zulu, that's a nice one, thank you very much. This is the balloon fox hunt, so payload under its balloon, and it's coming down now on parachute, so we don't know how long it lasts. So I'll free up the frequency, so the microphone is for you, try to make as many contacts as you can, QSL. Oscar Zulu 7, Mike Hotel Zulu, Papa 1 Alpha Hotel Mike, QSL. Oscar Zulu, question mark, Papa Alpha 3 Alpha. Yes, Tom. Oscar Zulu 7, Mike Hotel Zulu, the Papa Delta 1 Alpha Hotel Mike, QSL. Well. Oscar Zulu, quick. 1-2. Four shot. Give him the mic, please. This is Papa Echo 1 X Bravo. Come over the relay.
Now the DX News, compiled from 425 DX News and other sources. Listen for Marcel, Papa Delta 5 Mike Victor Hotel, working as Papa Delta 5 Mike Victor Hotel stroke portable from Ameland Island, IOTA reference Echo Uniform 038. This is until the 17th of September. He will use the 40, 20 and 10 meter bands using CW, SSB and JT65. Send QSL cards to his home call sign, direct or via the bureau. Yuli Delta Lima 2 Alpha Hotel is active from Pitcairn Island, Ocean Charlie 044, using the call sign Victor Papa 6 Alpha Hotel until the 25th of November. He's operating holiday style on SSB and digital, and you can send QSL cards to his home call. Ken Kilo Hotel 6 Quebec Juliet is operating from East Kiribati using the call sign Tango 32 Alpha Zulu. That's until the 15th of September. You can listen for him on 80, 40, 20, 15 and 10 using SSB. Send the QSL cards to his home call. Ralph Delta Kilo 8 Foxtrot Alpha is operating as Delta 44 Tango Uniform Juliet. That's from Boa Vista Island. Alpha Foxtrot 086 is the IOTA number. That's between the 15th and the 29th of September. Now he will be mostly heard on 20 meters using digital modes. Send QSL cards to his home call sign, direct or via the bureau. Ralph does not accept EQSL or Logbook of the World. Bob Victor Kilo 2 Bravo Oscar Bravo will be on the air as 5 Whiskey 0 Bravo Oscar Bravo from Upolo Island, Oscar Charlie 097 until the 17th of September. Activity is going to be holiday style on 40 and 20 metres using SSB, QSLs direct to the home call. Jim Kilowatt Bravo 1 Zulu Sierra Quebec is on the air as 9 X-ray 0 Juliet Whiskey, that's from Kigali, until December 2017. Activity is going to be in his spare time on 80 to 10 meters using SSB and various digital modes. QSL for that via the operator's instructions. Finally, Joshua Victor Alpha 7 Yankee Mike is on air as Alpha 31 Yankee Mike from Iua Island, Ocean Charlie 049. That's from the 13th to the 21st of September. Activity for that one is on the HF bands, QSL direct to Echo Alpha 5 Golf Lima. De SSTV-foto van vandaag deed me toen ik hem voor het eerst zag aan een stripverhaal denken. De hoofdpersonen zijn een paar van de mensen achter de ballonjacht zelf. En het leuke van de foto is dat hij zo goed laat zien hoe goed de stemming er tijdens de geslaagde dag van gisteren wel niet in zat. Als je de roepnamen van de mensen op de foto wilt weten, moet je kijken op www.ballonvossenjacht.nl.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. 25 years ago, Linus Torvalds was just a 21-year-old computer studies student in Finland when he developed something truly revolutionary, his own computer operating system. Now, most of us are familiar with Windows and Macintosh computer operating systems. They were developed by teams of software engineers, and once they're released to the public, they're locked down. You can't change the coding of the system to suit your own individual needs. Today, Windows or Mac OSs are on the overwhelming majority of personal computers. But Torvalds OS, which came to be called Linux, worked the opposite way. A system initially developed by one person released publicly to a community for free. That community was urged to modify and improve it for their own needs. So you see, the truly revolutionary PC users are using Linux, whose logo is a penguin wearing a tuxedo. And the fact that Linux and the coding behind it is publicly available, that is, open source, means that it's by far the most used operating system in the world. Yeah, I know I said Mac and Windows are on the vast majority of personal computers. But when it comes to the machines that tackle the big jobs in computing, like in science, engineering, artificial intelligence, and large industrial applications, Linux reigns supreme. But don't fret if you're not among the coolest of the cool, those who boot up Linux on their well-worn laptops. Most of us use Linux every day and don't even realize it. And that's for two reasons, because it's free and almost infinitely customizable. Banks, postal services, cities, and even some national governments use Linux operating systems to run their servers and applications. NASA uses Linux. CERN, which is trying to figure out how the universe began, even uses Linux. Then there are the really big players. Amazon, the New York Stock Exchange, the US Department of Defense, the Burlington Coat Factory. Okay, maybe they're not such a big player, but they do use Linux. Remember Watson, the IBM supercomputer that cleaned up on Jeopardy? He runs Linux, along with 97% of the world's other supercomputers. And lastly, there's this little computer company called Google. What powers the largest repository of information in the world? Linux, and that includes all Android phones, too. So the next time you see someone typing on a laptop covered with stickers of penguins, don't just write him off as some geek. He may just be working on how to get humans to Mars or helping your next flight arrive on time. Happy anniversary, Linux. We salute you. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 13 september 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. We hebben morsen vandaag en een SSTV-beeld in PD90 met een van de inmiddels heel bekende amateurs op deze repeater, Ian G7HFS, die de payload van de ballonvossenjacht Ballon inspecteert. Today we have an SSTV image in PD90 of the balloon fox hunt last Sunday, in which meanwhile Celeb Ham on this repeater ENG7HFS inspects the payload of the balloon. De Nederlandse politie heeft enkele roofvogels gekocht die getraind worden om drones te onderscheppen. Het is de eerste anti-drone maatregel die operationeel is, zo meldt politie.nl, de officiële website van de politie in Nederland. Een jaar geleden startte de politie samen met een gespecialiseerd roofvogelbedrijf een proef om te onderzoeken of het mogelijk is om roofvogels te trainen om drones te onderscheppen. Dat bleek zo succesvol dat de politie de anti-drone maatregel nu operationeel gaat inzetten en daarvoor een aantal vogels, Amerikaanse zeearenden, heeft aangeschaft. De Nederlandse politie is het eerste korps ter wereld dat hiervoor roofvogels inzet. De zeearenden worden volgens de politiesite getraind om een drone als prooi te zien. Van nature is de roofvogel geneigd haar prooi mee te nemen naar een veilige plek. De vogels wordt nu aangeleerd om de prooi, dat wil zeggen de drone, mee te nemen naar een door de politie aangewezen plek. De roofvogels worden op meerdere plekken in het land gestationeerd, zodat ze snel inzetbaar zullen zijn. Afgelopen vrijdag 9 september gaf de politie een demonstratie en toonde het een van de scenario's waarvoor de vogels ingezet kunnen worden. De aankomst van een hoogwaardigheidsbekleder. Terwijl de VIP onder motorbegeleiding aankwam, uitstapte en handjes schudde, vloog er een drone in zijn richting. Een speciaal getrainde roofvogel vloog er direct op af en greep de drone uit de lucht. De politie wil de vogels in de toekomst ook inzetten bij geplande evenementen met een verhoogd risico. De klauwen van de vogels zijn geschubd en zijn daarmee beschermd tegen beten van hun prooi. Ook de propellers van de drone geven geen schade aan de klauwen. TNO is momenteel bezig met een speciale klauwbeschermer te ontwikkelen voor grotere types drones. De kuikens met een spanwijdte van zeker een meter worden momenteel getraind. De politie verwacht dat ze over een klein half jaar ingezet kunnen worden. Ook wordt een aantal agenten dat affiniteit heeft met dieren opgeleid tot vogelbegeleider.
Wie had dat gedacht dat er een overeenstemming zou zijn tussen morsetelegrafie en het Eurovisie Songfestival? En toch is het zo. Bij het Songfestival in Kiev in voorjaar 2017 zal met morsecode worden gecommuniceerd tussen verschillende locaties met behulp van lichtsignalen. Dit merkwaardige bericht staat niet alleen op southgatearc.org, maar ook op de website van het Songfestival zelf. Er is momenteel zelfs ook aan de voorgaande twee berichten te horen was niet zo verschrikkelijk veel nieuws. Dus ik moet me nog even behelpen met wat archiefmateriaal. Een niet-amateur verhaal over micronaties in dit geval. Ik heb deze column volgens mij wel eens eerder gebruikt, maar ik denk dat dat in de wekelijkse uitzending was. Niemandsland, bestaat dat eigenlijk wel? In filosofische zin is een gebied waar nooit iemand komt of waar niemand het bezit van claimt natuurlijk niemandsland. Dat klopt soevereiniteitshalve gevoelsmatig ook weer niet helemaal, want op Antarctica, op grote delen van dat continent, daar komen nooit mensen. Maar ondanks internationale afspraken zijn er daar toch diverse, zowel letterlijk als figuurlijk, bevroren claims. Volgens het Antarctisch verdrag zijn die claims namelijk tot nader order opgeschort, waardoor er toch sprake is van niemandsland. Onbewoonde eilanden, ook op grote afstand, kunnen echter tot een land behoren en zijn dan geen niemandsland. Het begrip niemandsland wordt eigenlijk voor twee verschillende begrippen gebruikt. Het ene is het enigszins beladen begrip van het gebied tussen twee frontlinies. Met name bij de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog roept dit trieste associaties op. Het gebied na de paspoortencontrole op vliegvelden is ook een vorm van niemandsland. De term niemandsland stamt in het Engels al van net na 1300. Het ging daarbij vooral over land waarvan het eigendom door meerdere eigenaren werd bestreden. Een heel duidelijk voorbeeld van niemandsland bestaat tussen de Amerikaanse marinebasis Guantanamo Bay en de rest van Cuba. Het is een band van 13 kilometer breed aan Cubaanse zijde langs de gehele 28 kilometer lange hekwerk van de Amerikaanse basis dat door Cuba vanaf 1961 volgeplant is met dichte cactusbegroeiing. In een daad van opmerkelijke eensgezindheid hebben de VS en Cuba het gebied daarop voorzien van zo'n 55.000 landmijnen, waarmee het op één na grootste mijnenveld van de wereld een feit was. President Clinton liet in 1996 de mijnen weer verwijderen. Het gebied wordt sinds de Koude Oorlog ook wel aangeduid met het cactusgordijn als tegenhanger van het ijzeren gordijn dat tussen Oost- en West-Europa bestond. Op dezelfde manier als bij Guantanamo was het gebied rond de Berlijnse Muur en andere delen van de grens tussen Oost en West destijds niemandsland. Het niemandsland bevond zich gewoonlijk aan Oost-Europese zijde, omdat daar het belang van afscheiding bestond om te voorkomen dat burgers naar het Vrije Westen zouden weten te vluchten. Bij de Berlijnse Muur was het doorgaans een relatief smalle strook land tussen beide landen met iets verderop op DDR-grondgebied een tweede muur waartussen vaak wachttorens stonden. Overigens stond de muur doorgaans op 1 of 2 meter afstand van de grens en op diverse plekken zaten er poortjes, zodat mensen ook aan die kant desnoods door de Oost-Duitse grenspolitie konden worden gearresteerd. De reden van het stukje niemandsland aan de West-Berlijnse kant was dat de arbeiders die de muur bouwden destijds niet op West-Berlijns grondgebied mochten komen. Veel West-Berlijners hadden de gewoonte om blikjes en ander afval over de muur te proberen te gooien, waarbij ze dus een klein risico liepen te worden gearresteerd.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 14 september 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag zoals altijd Morse en een SSTV plaatje in PD90. Ik moet even wat rechtzetten, want ik heb de foto van gisteren van Ian bij de ballonvossenjacht aan de verkeerde persoon toegeschreven. Die foto is gemaakt door Misha. De foto van vandaag is door mijzelf gemaakt. Let op, het volgende bericht. Het ISS is morgen, donderdag 15 september, te horen en dat is vanaf 16 minuten voordat morgenochtend de Daily Minutes begint. Het signaal van het ISS moet morgen, donderdag dus, tijdens het schoolcontact weer in een groot deel van Europa hoorbaar zijn. Dat gaat als je geen speciale antennes hebt het best met een rondstraler met weinig versterking, zoals een GP of een Discone-antenne. Je kunt het ISS doorgaans ook prima ontvangen op een portofoon of op een draagbaar scannertje, zolang je maar buiten gaat staan, liefst wat verder van de bebouwing vandaan, zodat je het ISS ook als hij dicht bij de horizon staat nog kunt ontvangen. Frequentie zoals altijd is 145.800, vanaf 10:14 lokale tijd dus. Ze luisteren overigens niet uit op die frequentie. Betreft morgen een school in Spanje met leerlingen in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar oud, die zo'n 20 vragen in het Engels voor de astronauten en cosmonauten hebben voorbereid. Nogmaals, donderdagochtend 15 september om 10:14 lokale tijd, 's ochtends 145.800, is het International Space Station te ontvangen. Ik meld meestal geen lezingen, maar ook morgen, donderdag 15 september, houdt PA3 GER bij de afdeling Woorden een lezing over digitale communicatie. Johan gaat niet alleen in op de bewezen modus zoals CW, Telex en PSK, maar vooral op de nieuwe technieken zoals DMR, Digital Voice, D-Star en Fusion. Digital Voice hoort in het rijtje niet thuis volgens mij. Meer info is te vinden op www.veron-woerden.nl. www.veron-woerden.nl. En dan meteen bovenaan bij RTTY Bulletin klikken op bijeenkomst Veron A66. Er zijn weer een paar aanpassingen op de middengolf. Of eigenlijk is maar één aanpassing. In Eindhoven zat al het station Euregio Radio op 747 kHz. Daar is nu een nieuw station bijgekomen. Ze delen de frequentie met Euregio Radio. Dat is Radio 4 Brainport. Ik denk tenminste dat je het in het Engels uitspreekt. Radio 4 Brainport. Info over het station is te vinden op Facebook. Ja, voor wie in de gemeentes Kuik of Ameland nog een commercieel radiostation wil beginnen, AT veilt binnenkort twee kavels in die gemeente. Ik heb nog steeds niet superveel nieuws, dus ik ga nog even door over het onderwerp van gisteren, namelijk het Niemandsland. Een bijzonder stukje voormalig Niemandsland bevindt zich in het Berlijnse stadsdeel Tiergarten, de zogenaamde Lenné-draaiek. De gevolgen van toen in de DDR-periode zijn ook in de tegenwoordige tijd nog te merken. Een jaar of twee geleden waren er nog rellen rond dit gebiedje, waar nu vooral megadure kantoorgebouwen staan. Doordat de opdeling van Berlijn in sectoren volgens bestaande wijken ging, hoorde dit gebiedje ter grootte van bij benadering 3 tot 4 voetbalvelden tot de oostelijke sectoren en kwam dus later onder jurisdictie van de DDR. Bij de bouw van de muur werd dit relatief kleine stukje grond echter overgeslagen, omdat bij een opstand in 1953 het laatste gebouw dat er na de oorlog nog overeind stond en in gebruik was, in brand was gestoken en daardoor verwoest. Het gebiedje nabij de Brandenburger Tor werd vervolgens vlak gemaakt. Met de bouw van de muur werd een simpel hekwerk aangebracht. Dit hek werd door West-Berlijners op verschillende plekken echter vernield. En zo ontstonden er verschillende platgetreden paden door het gebiedje als afsnijding van routes binnen het West-Berlijnse gebied. Al die tijd gold er de Oost-Duitse wetgeving en was het gebied ook taboe voor de West-Duitse politie en andere overheidsdiensten. In 1988, anderhalf jaar voor de val van de muur, vond een gebiedsruil plaats waar de Lenné-draaiek ook onder viel. Het West-Berlijnse stadsbestuur wilde er een belangrijke verbindingsweg op aanleggen. Op 31 mei van het jaar werd het verdrag voor de gebiedsruil getekend, dat vervolgens op 1 juli zou ingaan. Op 26 mei echter werd het terrein door zogenaamde linksalternatieven uit West-Berlijn bezet en werd er een tentendorp opgezet. Het doel was om de overheid ertoe te bewegen om in de voorgaande jaren ontstane ongerepte natuur te beschermen en te behouden. De West-Duitse politie die stond machteloos. Betreden van het gebied op dat moment zou een diplomatiek incident betekenen en misschien het hele verdrag op losse schroeven zetten. En het was tegelijkertijd ook niet meer in het belang van de Oost-Duitsers om tegen het tentendorp op te treden. Gelijk 's ochtends op de eerste dag dat de West-Duitse politie er mocht komen, werd vervolgens het tentenkamp door honderden politieagenten geruimd. Niemandsland, dat kan ook een stuk gebied of land zijn waar twee staten het niet over eens worden. Zo wist men in 1843 niet te besluiten of een bepaald stukje land tot Baarle-Nassau in Nederland of Baarle-Hertog in België zou gaan behoren.
In 1995 werd dit terrein aan België toegewezen, waarbij het enclave nummer 22 werd van de Belgische gemeente Baarle-Hertog. Die gemeente die ligt gedeeltelijk binnen Nederland. Het perceel van 0,2632 hectare groot had voor 1995 ook echt de naam Niemandsland. Terra nullius, wat inderdaad ook niemandsland betekent, is een term die oorspronkelijk uit het Romeins recht afkomstig is. De term heeft een kwade geur doordat het in de 16e en 17e eeuw in Europa in juridische zin bestond voor het niet ontwikkelde land. Bouwde je er naar Europees voorbeeld steden op of cultiveerde je het als landbouwgebied, dan was het land ontwikkeld en geen niemandsland. Wanneer je op het land leefde, zoals in die tijd de primitief beschouwde oorspronkelijke volkeren in Amerika, Afrika, Azië en Oceanië deden, dan was het land niet in ontwikkeling gebracht en mocht degene die het plan had het te ontwikkelen volgens de wet dit grondgebied in zijn bezit nemen. Ten slotte is er nog het begrip condominium. Een condominium is als de soevereiniteit van het territorium door twee of meer machten, dus bijvoorbeeld door twee landen, wordt gedeeld. Het is een heel zeldzaam verschijnsel, alleen al omdat het snel tot conflicten leidt. De meeste voorbeelden van hooguit een dozijn wereldwijd zijn hier in de regio te vinden. Het Bodemmeer bijvoorbeeld wordt als territorium beschouwd van zowel Zwitserland, Duitsland als Oostenrijk. Het Fazanteneiland in de rivier Bidassoa ligt tussen Spanje en Frankrijk in en is sinds 1649 een condominium van beide landen. De ene 6 maanden valt het onder de Spaanse wetgeving en de volgende 6 maanden onder de Franse. Op het eiland hebben diverse belangrijke historische gebeurtenissen plaatsgevonden, onder andere het sluiten van het Verdrag van de Pyreneeën. Hoewel het een flinke mate van autonomie had, was het neutraal mores net, dat tot aan de Eerste Wereldoorlog onder het Nederlandse Faals lag, ook een condominium. Het was van de Nederlanden en later van België en Pruisen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. De SSTV-beelden bij de uitzendingen kun je met de smartphone voor de luidspreker ontvangen met de app Robot 36 bij Android en CQSSTV voor iOS. Verder is er MMSSTV voor Windows en QSSTV dat je met apt-get install kunt installeren op alles wat op Ubuntu lijkt. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 15 september 2016. Dit is het bulletin van donderdag.
Vandaag is er MOS, dat is een herhaling. En wel is er een nieuw SSTV-plaatje. Dat is in PD120. Het plaatje is in PD120 nogal een stuk beter dan in PD90. Daar zag het er vrij waardeloos uit door allerlei moiré-patronen. Om in de stemming van de amateurapparatuur aan ballonnen te blijven. Het plaatje van vandaag is dus een foto met links de payload en rechts de ballon van wat wordt aangeduid als partyballoons. Partyballoons, inderdaad zo'n zilverkleurig ding uit de feestwinkel, wordt gebruikt om ballons met een payload te maken die zo lang mogelijk in de lucht blijven. Soms worden die ook aangeduid als floater. De kunst hierbij is om precies genoeg gas in de ballon te doen, zodat hij op ongeveer 10 km hoogte blijft hangen. Doe je te weinig helium in, dan bereikt hij niet de juiste hoogte en blijft vermoedelijk stil hangen. Doe je te veel in, dan stijgt hij te veel en mogelijk klapt de ballon dan. En hij blijft dan ook redelijk stil hangen. Op de juiste hoogte gebracht is de hoop dat zo'n ballon dan in de straalstroom terechtkomt. Dat zijn sterke luchtstromingen die ook door luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt om brandstof te besparen. Meerdere van die ballons zijn zo meermalen rond de aarde gegaan. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht wel tot 8 keer. De payload aan de linkerkant van de foto dus is een wonderbaarlijk stukje vernuft en zeker wat betreft de miniaturisering. Het hele ding weegt slechts 15 gram. Dat wil zeggen dat is het hele gewicht voor ballon, het gas dat erin zit, een GPS-ontvanger, een antenne, 2 korte golfzenders van 25 milliwatt in bijvoorbeeld Whisper of JT9 mode, een accu, 2 zonnepaneeltjes om de zaak gedurende langere tijd te voeden. Die zonnepaneeltjes zijn de blauwe rechthoekjes aan de antenne op de foto. Echt helemaal geweldig zoiets. Vandaag was dus het ISS te horen. Ik kondigde dat gisteren al aan. Ik heb het signaal zelf niet kunnen ontvangen, maar ik heb wel diverse mensen gesproken die het signaal heel goed binnenkregen. Onder andere een mobiel station uit Zeeland, van wie ik helaas de roepnaam vergeten ben. Met de ballon was het hetzelfde verhaal. Ik heb niet heel veel gehoord, maar van anderen heb ik wel diverse rapporten gekregen. Het is trouwens indrukwekkend hoeveel ballonnen er momenteel vrijgelaten worden. Allemaal te zien op de kaart op tracker.habhub.org. Dus tracker.habhub.org. Dat het er vandaag tijdens de voorbereiding voor deze uitzending een klant belde, heb ik vandaag helaas niet naar nieuws kunnen zoeken. Om die reden doe ik andermaal een micronatieverhaal. Volgens mij heb ik deze nog niet in de uitzendingen gehad. Het verhaal over deze micronatie laat zien dat sommige micronaties voor het jaar 2000 dus al bestonden. Herstel dat ze voor het jaar 1000 dus al bestonden, dus 1000 jaar eerder. Het gaat hier om het landje Seborga. Seborga is volgens de eigen inwoners een zelfstandig land. Het prinsdom is zo'n 4 vierkante kilometer groot en ligt in de heuvels van de regio Liguria in het noordwesten van Italië, vlakbij de Franse grens. Het in aanvang feodaal geleide landje werd gesticht in het jaar, let wel, 954, toen het grondgebied werd overgedragen aan de monniken van Lerino, die er hun klooster vestigden. Vanaf 1079 waren de opeenvolgende abten van het klooster tevens prins van het Heilige Roomse Keizerrijk, die tijdelijk het prinsdom Seborga zouden leiden. Deze situatie duurde tot 20 januari 1729, toen het landje werd geannexeerd door het koninkrijk Piemont en Sardinia. Hierna is het landje nooit meer als zelfstandig land erkend door enige staat of internationale organisatie. Maar de zelfstandigheid is ook nooit officieel ontkend. Begin jaren 60 van de vorige eeuw begon ene Giorgio Carbone, die directeur was van de lokale bloemenkwekerscoöperatie, de historie van het plaatsje als onafhankelijk prinsdom opnieuw onder de belangstelling te brengen. In 1963 waren de inwoners van Seborga voor de ideeën van Carbone gewonnen en kozen ze hem tot officieel staatshoofd, prins Giorgio I van Seborga. Niet iedereen neemt de onafhankelijkheid van het plaatsje serieus. De Italiaanse staat die behandelt het landje bijvoorbeeld gewoon als een onderdeel van de Italiaanse staat. Dit in tegenstelling tot San Marino en Vaticaanstad. Er zijn echter wel degelijk argumenten voor de onafhankelijkheid van Seborga te noemen. Toen het landje in 1729 is verkocht, waarschijnlijk omdat het zo onbelangrijk was, is verder nergens vastgelegd dat de onafhankelijkheid van het landje werd opgeheven. Toen verschillende delen van het huidige Italië werden samengevoegd, werd vervolgens Seborga ook nergens genoemd, waarmee het ook buiten dit verdrag viel. Een omissie die later niet meer eenvoudig valt recht te zetten, zodat ook in het verenigingsverdrag van het Koninkrijk Italië in 1861 Seborga niet bij Italië gevoegd werd, net zo min als bij de vorming van de Republiek Italië in 1946. De meningen over de werkelijke status van Seborga verschillen. Het zou kunnen dat wanneer het landje niet verkocht was, op het moment dat er geen prinselijke abten meer waren, Seborga aan andere delen van Italië had moeten toevallen. Ook wanneer dit niet gebeurd zou zijn, had het niet noodzakelijk betekend dat het landje zelfstandig was verder gegaan. Het had ook een vorm van niemandsland kunnen worden.
In veel gevallen was het landje dan uiteindelijk toch gewoon onderdeel van Italië geworden. Toch is er, hoewel het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nog wel geprobeerd heeft om dit aan te tonen, geen enkel juridisch document, nationaal of internationaal, waaruit blijkt dat het prinsdom Seborga geen onafhankelijke staat meer zou zijn, terwijl het landje dus wel officieel is opgericht. Op 23 april 1995 werd een nooit door de Italiaanse overheid erkend referendum gehouden onder de inwoners van Seborga. Daarbij stemden 304 mensen voor de grondwet van het prinsdom en dus voor onafhankelijkheid van Italië. 4 inwoners stemden tegen. Ondanks de uitgeroepen onafhankelijkheid zijn er geen spanningen tussen de staat Italië en die van Seborga. Er wordt gewoon belasting betaald en de inwoners nemen gewoon deel aan de Italiaanse verkiezingen, met een opkomst die zelfs aan de hoge kant te noemen is. De autonomie van het prinsdom levert echter wel de nodige publiciteit op, wat het toerisme in Seborga heeft doen aantrekken. Maar het landje doet wel degelijk dingen die bij een zelfstandig land horen. Zo geeft het landje eigen postzegels uit. Die hebben echter alleen waarde voor de filatelisten, omdat het land geen eigen posterijen kent. Daarnaast kan er in Seborga betaald worden met de eigen munt, de Luigino, die naast de euro en daarvoor de lire betaalmiddel is in het land. Een Luigino is 22 eurocent waard. Verder geeft het land een toeristenpaspoort uit, dat verder geen reële waarde heeft, omdat er geen internationale grenzen mee gepasseerd kunnen worden. Seborga heeft 362 inwoners en leeft vooral van de bloementeelt en van het toerisme. Officiële talen zijn Frans en Italiaans. Het land ligt zo'n 500 meter boven de zeespiegel en vanuit Seborga zijn de stranden van Nice, Cannes, Saint-Tropez en Monaco met het blote oog te zien. Het landje heeft een officiële overheidswebsite en dat is www.seborga.net.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 16 september 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag morse telegrafie en twee korte foto's in PD50, samen ongeveer net zo lang als de gebruikelijke PD90 plaatjes. Het zijn eigen foto's van mijn katten die toen nog wel een stukje jonger waren. Zoals vaker op vrijdag een wat kortere uitzending, mede vanwege voorbereidingen voor de lange uitzending op PI3 UTR later op de vrijdagavond. In de VS is de 630 meter band, ook wel 600 meter band genoemd, nog niet legaal, maar in Canada al wel, net als in Nederland. ARRL.org meldt dat gisteren, 15 september, op die band de eerste verbinding is gemaakt tussen Canada en Australië. Dat is dus een afgelegde afstand van 11.200 kilometer, jawel. De verbinding was in de modus JT9 op een frequentie van 474,3 kHz met een effectief uitgestraald vermogen van 5 watt EIRP, dus ten opzichte van een isotroop. De 600 meter band loopt van 472 tot 479 kHz, de bovenste bandgrens van de 600 meter amateurband, die in Nederland beschikbaar is voor alle F-amateurs, ligt slechts 79 kHz onder de frequentie waar Radio Veronica destijds vanaf de Noordzee op uitzond. Amsterdam heeft er een nieuw 1 watt station bij op 1485 kHz in de Middengolf, extra AM. Het is het tweede 1 watt station in Amsterdam. Het eigenlijke plan volgens de website van het station was om met 100 watt te beginnen, maar het plan is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het station omschrijft het zendbereik zelf als 1 tot 2 kilometer, maar vertelt niet precies waar ze in Amsterdam zitten. Credo van het nieuwe station is Amsterdams eerste legale oldies-zender op de Middengolf. Verder schrijven ze, bij ons dus niet alleen de grijs gedraaide hits die je elders ook op de radio hoort, maar ook de vele juweeltjes die het om een of andere reden niet hebben gered. En wellicht ook die ene plaat die je al 40 jaar of langer niet meer hebt gehoord. Eerder verscheen in Amsterdam dus al het 1-watt-station Amsterdam 1485 van Radio 10 en 100% NL-baas Herbert Visser in de ether. Nijhof FM in de Zuid-Hollandse plaats Puttershoek heeft aangekondigd vanaf januari 2017 ook op de Middengolf te willen gaan uitzenden. Don Arnold W6 GPS heeft een teardown op YouTube geplaatst van de nieuwe Kenwood-portofoon THD is van de nieuwe Kenwood-portofoon THD74. Dit is de veelbesproken portofoon met APRS en D-Star. De video is te bekijken via pa0ete.nl. Vanavond vanaf 10:30 is weer de lange uitzending van de Daily Minutes voor de tweede maal op de verbeterde repeater PI3 UTR. De uitzending begint met een herhaling van de dagelijkse uitzendingen van de afgelopen weken, inclusief die over de ballonvossenjacht. En vervolgens is er onder andere amateurnieuws in het Engels en in het Duits. Vanaf 10:30 dus op PI3 UTR.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. De SSTV-beelden bij de uitzendingen kun je met de smartphone voor de luidspreker ontvangen met de app Robot 36 bij Android en CQSSTV voor iOS. Verder is er MMSSTV voor Windows en QSSTV dat je met apt-get install kunt installeren op alles wat op Ubuntu lijkt. En dan volgt nu een nieuwsbericht. Dat is vermomd als reclame. Of nee, eigenlijk is het dus andersom. Het bedrijf Wokka Wokka heeft onlangs een nieuw product op de markt geïntroduceerd. Wokka Wokka signaleert de problemen die veel zelfbouwers hebben met solderen. Een soldeerbad heeft vaak niet genoeg warmtereserve, tenzij hij hem verkeerd beetpakt. Dan heeft hij dat weer te veel. Vroeger zag je vaak soldeerpistolen, ook wel soldeerrevolvers genoemd. Een draadje tussen twee geleiders werd dan warm, zodra je de trekker overhaalde. Maar het draadje werd daarbij ook vrij snel weer koud, zodat je er niet zo gemakkelijk dus je fikken aan brandde. Wokka Wokka heeft de voordelen van deze beide apparaten, dat wil zeggen de soldeerbout en de soldeerrevolver, gecombineerd en dat aangevuld met een voldoende grote warmtereserve, zodat je zelfs die dikke ijzeren plaat onder je antenne nog moeiteloos aan zo'nzelfde plaat kunt vastsolderen van bijvoorbeeld de antenne die ernaast staat. Het nieuwe, ronduit handzame Super Soaker 352 soldeerkanon beschikt over een eigen warmtegenerator die op kerosine en een acetyleenmengsel werkt. Zodra de klus geklaard is, wordt de punt met vloeibare stikstof gekoeld, zodat die binnen 2 nanoseconden weer op lichaamstemperatuur is. De prijs die volgens een woordvoerder van het bedrijf zeker schappelijk is te noemen, zal binnenkort in een advertentiecampagne in de amateurbladen bekend worden gemaakt. Wokka Wokka raadt overigens aan om voor aanschaf van het apparaat na te gaan of in de omgeving waar u woont voor gebruik en bezit van het apparaat niet een wapenvergunning nodig is. Amateur Radio Newsline Report number 2029 with a release date of Friday, September 16th, 2016 to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Ohio hams stage their own Parks on the Air celebration. A number of radio amateurs are among this year's Radio Club of America honorees. An Arizona library adds some critical ham radio equipment. In our top story, H.R. 1301, the Amateur Radio Parity Act, passes in the House of Representatives. All this and more as Amateur Radio Newsline Report number 2029 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Valparaiso, Indiana, here's Paul Brown, WD9GCO. We begin this week's report with the big announcement out of Washington, D.C. that the House of Representatives has passed H.R. 1301, otherwise known as the Amateur Radio Parity Act. The measure now goes to the Senate for similar discussion and vote. While this is great news and brings hams one step closer to potential freedom from restrictive land use rules and covenants, one ham would like us to remember that we also need to work on our state legislatures to pass companion bills to strengthen the message of H.R. 1301. Larry Scantlin, KE0KZ, has been directly involved with a similar bill in Missouri. Scantlin moved back from Florida when he retired and into the house where his new wife had been living in Wentzville, Missouri. Shortly thereafter, he decided to become active in ham radio again, and then came a surprise. A friend of mine gave me a vertical antenna. I put it against my deck. My wife and I proceeded, and we went on vacation to Branson, came back after a period of time down there, and I had received a letter in the mail from the city of Wentzville informing me that I was in violation of city ordinance by this antenna. Well, I thought that was rather strange. I was well aware of HOA issues, but not with the city. But the bottom line is, I was able successfully to get them to change the ordinance in favor of ham radio operators. Not just me, but there are approximately 100 licensed ham radio operators in Wentzville on the books. And so we basically got them to change that because not only did their ordinance restrict antennas, outside antennas, but it was written in such a way that you couldn't even have amateur radio equipment inside of your home unless you filed a request for to have that equipment in your house. You had to actually file and pay a fee of $150. That experience opened his eyes to the potential plight of others. In that process, I discovered the reality is I'm not the only one that deals with these kinds of issues. And more importantly, with respect to the HOAs. And as I became familiar with what the
Amateur Radio Parity Act was on the federal side of things, I felt like oftentimes it's the states who end up determining these things anyway. We're independent United States, and oftentimes, even though there may be federal legislation, it's always helpful to have a companion legislation at the state level. That gives it that much more weight in the legal course of action that ends up happening. Scantlin and his team managed to get a bill sponsored by their local representatives and then got good news, followed by bad news. We were able to get through the House. We successfully won all of the votes, all of the challenges through the committees, the two committees that had to go through, as well as the full House floor debate and vote, which we felt was pretty incredible. And then it was submitted to the Senate. And then we started the long and hard process again of trying to, you know, relay to the senators just how important this was. It was submitted to committee, and on the committee was two or three people that were very pro what we were trying to accomplish. Unfortunately, the chairman of that committee, for whatever reason, took the position to table the matter, said there wasn't enough public interest. And I found it very very concerning that one man could make a unilateral decision, even after the House representatives. But even after all that, and there were several people who were on his own committee that were, you know, wanting this to move forward in debate, he alone made his decision to stop that bill. Larry intends to keep fighting and will work to get the bill brought back up before the Senate. He wanted to emphasize that even if restrictions don't affect you now, you never know when life may dictate that you have to move, and you may very well end up without the ability to practice amateur radio. So it's important to all hams to get behind efforts such as these and what the ARRL is doing in Washington. He also said that it was crucial for all hams to get the word out to the community about what amateur radio really is, how we are all tested and licensed, and provides a crucial communication service in times of emergency. In other words, we all need to work together to build up our image. For the full conversation, please go to our website, www.arnewsline.org, and click on the Extra tab. We also encourage you to write to your senators in support of H.R. 1301, as this is critical to the future of our hobby here in the United States. The National Parks on the Air Centennial doesn't offer the only ham radio celebration of beautiful places in the great outdoors. There are plenty of parks in Ohio that recently got into the act, too. Here's Amateur Radio Newsline, Stephen Kinford, N8WB. Organizers of the 9th Annual Ohio State Parks on the Air Contest were counting on more operators than ever this year on Saturday, September 10th, as 59 of the state's 74 parks were being activated. What they hadn't counted on was the storm front that swept through Ohio halfway through the 8-hour contest. Hail, rain, wind, and lightning prompted most of the stations to halt operations, and only a few got back on the air after the weather had cleared. Like its counterpart at the national parks level, which it helped inspire, the Ohio State Parks Contest encourages outdoor and portable operations and is also viewed as a good way for hams involved in emergency communications to assure that their gear is functioning. It was created in 2008 by the Portage County Amateur Radio Society. According to event chairman Tom KB8UUZ, even as organizers await arrival of final scores and statistics by November 1st, they're already working on the event for 2017, which will be held September 9th. They're hoping for the usual high level of participation and definitely better weather. For Amateur Radio Newsline, I'm Stephen Kinford, NAWB in Wadsworth, Ohio. In just a few weeks, radio amateurs are going to share the spotlight with broadcast professionals and others in the wireless world as the Radio Club of America confers honors at its 107th annual banquet. Here's Amateur Radio Newsline's Bobby Best, WX4ALA. The Radio Club of America, the world's oldest group of wireless communications professionals, has set aside November 18th as its day to honor a number of men and women for their contributions to and achievements in radio, and a number of radio amateurs are on that list. They'll be among the recipients of awards being given at the RCA's 107th banquet in Manhattan on that day. One of them, William T. Murphy, W0RSJ, will receive the Sarnoff Citation for his work in electronic communication.
Joseph H. Taylor, K1JT, will be recognized with the Lifetime Achievement Award for his life's work with wireless technology. The Fred M. Link Award will go to Dan Clark, W9VV, for his work in land mobile radio communication. Stanley Rubenstein, WA6RNU, will receive the Barry Goldwater Amateur Radio Award for his contributions to amateur radio. The Ralph Batcher Memorial Award will be given to Mark F. Ellis, N9EWJ, for his work in keeping the history of radio and electronic communications preserved. For his devotion to military communications work, Robert A. Rude, K0RAR, will be given the Frank A. Gunther Award. Another radio amateur, John E. Detra Jr., WB4NBF, has been selected to receive the President's Award for his work devoted to the Radio Club of America itself. The club is also elevating a number of people to fellow, and the newest group of fellows will count several amateurs among its membership. For more details about the banquet and the award recipients, visit the club website at radioclubofamerica.org. For Amateur Radio Newsline, I'm Bobby Best, WX4ALA. When the ride to defeat ALS steps off on Sunday, the 25th of September in Worcester, Massachusetts, organizers are hoping to give participants the best assurance of safety, the watchful eyes of amateur radio operators. If you are in the Worcester area and could volunteer your time, the Worcester Emergency Communications Team would welcome you. The 70-mile bicycle route is more of a charitable event than a true competitive race. It begins at 6 a.m. and ends at 3 p.m., but some stations are open as late as 9 a.m. and close as early as 11 a.m., so contact Ben, NB1H, at nb1h@wect.org if you're interested. Bring your HT. The event makes use of both 2-meter and 70-centimeter length repeaters. Hams are also needed to assist with communications at the 41st running of the U.S. Marine Corps Marathon in the Washington, D.C. area on Sunday, October 30th. An estimated 25,000 runners step off near Arlington National Cemetery and then continue into Washington itself, ending at the Marine Corps War Memorial back in Arlington after completing 26.2 miles. Because the race travels past so many monuments, it's nicknamed the Marathon of the Monuments. Hams will be needed to staff mile markers, water points, food stops, medical aid stations, and other locations, as well as help with logistical communications and cooperation with law enforcement and emergency workers. For more information, contact Howard, WD5DBC, the Marathon's communications director, at howardc@macrollc.com. That's macrollc.com. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the Spark Club repeater for the Sportsman's Paradise Amateur Radio Club, K4WAK, in Wakulla County, Florida, in time for the Friday afternoon commute. The Enigma machine that played a key role in World War II is now serving as inspiration for an exercise in encryption that draws participation from hams worldwide. We hear more from Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH. During World War II, Germany made wide and successful use of its notorious and highly complex message encoder known as the Enigma machine. These days, amongst radio amateurs, the concept of Enigma has come to mean something else, a fun challenge at deciphering communications and a test of one's ability at finding meaning in code. At least, that's how it's been since 2014, when the Enigma event, an international on-air exchange of encrypted messages, began as a cooperation between the Marine Museum of La Spezia in Italy and the cultural association Rover Joe in Fidenza. It's also received major support from the Italian Radio Amateur Association. This year's formal Enigma Reloaded contest begins on the 17th of September and runs through to the 1st of October. On that final day of the event in October, the exchange will involve encrypted messages.
Despite the encryption, the messages are designed to be easily solved, and the content will be made available to the public, either through a web-based Enigma emulator or by some other means. It doesn't take much deciphering, however, to appreciate the real goal of the annual event, to get as many radio amateurs around the world as possible involved and on the air. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci for NJH. The allure of a contact with a lighthouse never dims, especially if the lighthouse is in a rare and special location, such as Prince Edward Island, Canada. Amateur Radio Newsline's John Williams, VK4JJW, explains. You don't need to wait for next year's International Lighthouse and Lightship Weekend in August to add to your collection of lighthouse contacts. In fact, if you're especially hoping to collect contacts with lighthouses in somewhat rare locations, and even add to your list from islands on the air, this lighthouse will be a beacon for both of those pursuits. On Friday, September 23 through Sunday afternoon, September 25, members of the Prince Edward Island Amateur Radio Group are activating the Tignish Run Lighthouse in the Fisherman's Haven Park. The three-story lighthouse, which was built in 1880 and decommissioned in 1997, has been designated as CAN-036 by the Amateur Radio Lighthouse Society. This is one coveted contact, however, that carries the added bonus of being an island location. Prince Edward Island in Atlantic Canada is listed with islands on the air as NA029. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW. One Arizona library is adding something unusual to its vast collection, an antenna and a repeater. We hear more from Amateur Radio Newsline's Neil Rapp, WB9VPG. The latest addition to the Centennial Public Library in La Paz County, Arizona, isn't a new wing or multimedia room or even a first edition of a collectible book. It's going to be a ham radio antenna and radio repeater. On September 6th, the county's Board of Supervisors voted to allow the installation of the radio equipment after hearing from Dave Anderson, K1AN, president of the group applying, and the Arizona Amateur Radio Association. Dave said the ham radio group gives special priority to encouraging youngsters to participate in ham radio. He'd asked the supervisors for permission to install the antenna and repeater so his group could bring services into the McMullen Valley, which has challenging mountainous terrain. According to the Parker Pioneer newspaper, Anderson told the supervisors that his group's genesis came about a year ago when it became apparent to him that the youngsters living in the county's 22 communities were not only struggling with poverty, but also the geographic isolation of that region of Arizona, which has fewer than one child per square mile in the county. He envisioned amateur radio as a way of linking the children into a cohesive community able to talk with one another. The strategy worked, he added. There are now 34 young amateur radio licensees who got their tickets within the last 8 months. Anderson said the vote of support meant the group could increase its coverage beyond the present 12 communities using the My La Paz radio system and, of course, the public library. For Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG. In the world of DX, a special event station is underway through November 15th in Bosnia and Herzegovina. Members of the radio club Kakan, E73EKK, and Cement Factory Kakan are activating the call sign E703QLA in what they are calling the third ecological project in organization of the Heidelberg Cement Group. Find them using CW, single sideband, and RIDI on 80, 40, 20, 17, 15, 12, and 10 meters. Incoming QSL cards should be sent via QSL manager E71CQ. The club asks as well for an IRC or $2 to cover direct mailing costs with self-addressed envelopes. Andre, IZ1MHY, will be on the air as 8Q7MD from the Alamatha Resort, Fieldhoo Atoll, between October 2nd and 12th, working holiday style on 40 through 10 meters. He will be using sideband, JT65, SIM31, RTTY, and possibly other digital modes. Send QSL cards via 9 Alpha 8 Alpha Romeo Sierra by the Bureau, Logbook of the World, EQSL, or directly to IZ1MHY. Listen for Herb, N4RG, in Namibia and possibly Ascension Island until September 29th. His call sign from Ascension Island is ZD8RG. It was announced at press time what his Namibia call sign was going to be.
He will be operating during his spare time on 160 meters through 10 meters, working CW and single sideband. Send QSL cards to his home call sign. Finally, listen for Frank, PH2M, in the Canary Islands. He will be active as EA8/PH2M from Lazarote Island from September 25th through October 6th, working holiday style on 40 through 10 meters. Frank will be using single sideband only. Send QSL cards via his home call sign or by the Bureau. Finally, we look at an annual ritual for one ham who understands, as any radio operator might, that often the best tribute one can pay is through audio, no matter how painful it might be to hear. Such is the case with this year's 15th anniversary of the September 11th terror attacks. Here's Amateur Radio Newsline's Mike Askins, KE5-CXP, with that story. The September 11, 2001 terror attacks included the destruction of New York City's Twin Towers of the World Trade Center and nearly 3,000 lives in New York alone on that day. An Air Force and Army veteran and husband of an active Air Force member who is also a ham, Mark Lacey, W5TXR, turns part of his website over each year to air some audio that is forever frozen in time. These are the logging tapes of the calls that went out to New York City's emergency responders on that day, as buildings collapsed, as people became trapped, and as help arrived, sometimes to no avail. In many cases, the voices that remain on these recordings belong to people who vanished forever. The website also includes the FAA NORAD audio, featuring communications between air traffic control and the doomed airliners as the attacks unfolded. Mark told Amateur Radio Newsline recently that he shares the audio on his website each year because, quote, "I am a patriot and I don't want people to forget," end quote. This is how things happened. Every year, we listen and we remember. Visit www.w5txr.net and click on Historical Audio Archives until the 25th of September, and you can hear it too, thanks to Mark. It is unforgettable, which is, of course, the whole point. When we think collectively of that single painful day, no, we can never forget. For Amateur Radio Newsline, I'm Mike Askins, KE5-CXP. With thanks to Allen Labs, the ARRL, Amateur Radio Europe, CQ Magazine, Gizmodo, Hap Holly and the Rain Report, the IARU, Irish Radio Transmitter Society, Mark Lacey, W5-TXR, the Ohio Penn DX Bulletin, QRZ, Ohio State Parks on the Air, Parker Pioneer Newspaper, PEI Lighthouse Society, Radio Club of America, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, the Wireless Institute of Australia, Worcester Emergency Communications Team, WTWW Shortwave, and to you, our listeners, that's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website, located at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT, at the news desk in New York, and our news teams worldwide, I'm Paul Brown, WD9GCO in Valparaiso, Indiana, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016. All rights reserved. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 37 des Deutschen Amateurradioclubs für die 37. Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. EU-Richtlinie für Funkanlagen. Der DARC e.V. zeichnet die gemeinsame Erklärung gegen Funkabschottung. Dann ereignisreiches Wochenende in Weinheim. Amateurfunktermine am 24. September. Die zweite Maker Fair Berlin mit Amateurfunkbeteiligung. Einladung zur Hemnet-Tagung 2016 an der RWTH Aachen. Aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter? Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. EU-Richtlinie für Funkanlagen der DARC e.V. zeichnet die gemeinsame Erklärung gegen Funkabschottung. Der DARC unterstützt eine Erklärung der Free Software
Software Foundation Europe, kurz FSFE, die sich gegen die Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU der Europäischen Union wendet. Diese seit dem 13. Juni verbindliche Richtlinie ist auch unter der früheren Bezeichnung Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive, kurz R&TTE, bekannt. In der Erklärung der FSFE heißt es, Zitat, die EU-Richtlinie für Funkanlagen bedroht die Rechte von Nutzern und freier Software, den fairen Wettbewerb, Innovation, die Umwelt und freiwilliges Engagement. Das alles ohne große Vorteile für Sicherheit zu bieten. Viele Organisationen und Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, um den EU-Institutionen und Mitgliedstaaten Maßnahmen vorzuschlagen, wie die negativen Auswirkungen verhindert werden können, ohne das gewünschte Ergebnis der Richtlinie zu verfehlen. Lesen Sie dazu auch unsere ausführliche Analyse, die wir beständig auf dem aktuellen Stand halten. Zitat Ende. Den vollständigen Text zur Erklärung finden Sie auf der FSE-Webseite unter fsfe.org. Die Free Software Foundation Europe ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt. Ereignisreiches Wochenende in Weinheim. Die Weinheimer UKW-Tagung auf dem Gelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule verzeichnete bei hochsommerlichen Temperaturen wieder einen hohen Zulauf. Ihren guten Ruf verdankt die Veranstaltung bekanntlich dem ausgewogenen Mix aus Fachvorträgen und Amateurfunkmarkt. Zu Recht, selbst den kurzfristigen Ausfall von Referenten schienen die Organisatoren spielend zu verkraften, denn sie zauberten gleichwertige Ersatzvorträge aus dem Hut. Der ausrichtende Funkamateurclub Weinheim, kurz FACW e.V., der bewusst Wert auf den Tagungscharakter der Veranstaltung legt, richtete das Vortragsprogramm in drei Hörsälen aus. Dieses bot von den Morgenstunden bis zur finalen Verleihung der Preise des Selbstbauwettbewerbs in insgesamt 21 Seminarblöcken interessante Fachthemen. Auch der Flohmarkt im Außenbereich und die Angebote der kommerziellen Händler in der Turnhalle wurden gut angenommen. Das Schönste bei der UKW-Tagung sind die anregenden Diskussionen im Anschluss an die Vorträge, resümierte Andreas Imse, Delta Juliet 5 Alfa Romeo, der mit Reflexionen an Raumfahrzeugen eine ungewöhnliche Spielart des Amateurfunks vorstellte. Beim traditionellen Selbstbauwettbewerb reichten 5 Teilnehmer 6 Exponate ein. Als Gesamtsieger für dieses Jahr erkor die Jury das von Martin Steyer, DK7ZB, präsentierte 2 Meter Handfunkgerät aus dem Jahr 1953, das neben dem höchsten Alter auch mit dem Charme einer Nachkriegskonstruktion bestechen konnte. Am 18. September sendet Radio DARC ab 11 Uhr Ortszeit auf 6070 kHz in AM eine rund 11-minütige Nachlese über die Tagung. Kern wird das Interview mit den Organisatoren Peter Wehrle, Delta Lima 3 Papa Whisky und Erwin Barsch, Delta Kilo 4 Bravo X-Ray bilden, welches von dem Korrespondenten Christian Nagel, Delta Oscar 8 Charlie November, erstellt wurde. Amateurfunktermine am 24. September. Am 24.9. starten Emil, Delta Lima 8 Juliet Juliet und Stan, Lima Zulu 1 Golf Charlie, ihre Hotel 44 Golf Charlie der Expedition nach Solomon Island. Betrieb soll in SSB, CW und in Digimodes auf allen Kurzwellenbändern stattfinden. Die Aktivität ist bis zum 4. Oktober geplant. Weitere Informationen gibt es im Internet. Der Ortsverband Cottbus, Yankee 24, lädt zum ersten Lausitzer Amateurfunktreffen auf das Gelände der Schützengilde Cottbus, Straße der Bodenreform Nummer 16 in 03055 Cottbus ein. Beginn ist um 10 Uhr. Neben einer Elektronik-Bauteilbörse, Vorträgen zu Bergfunk und einer der Expeditionen nach Clipperton Island ist eine Fuchsjagd geplant. Dazu kann man sich bereits jetzt über das Internet anmelden. Eine US-Amateurfunkprüfung findet beim Servicetag der Distrikte Kilo und Quebec in 66125 Saarbrücken-Duttweiler statt. Es können alle drei US-Klassen, Technician, General und Amateur Extra, abgelegt werden. Prüfungsbeginn ist um 9.30 Uhr im Landesinstitut für Pädagogik und Medien in der Beethovenstraße Nummer 26. Die Prüfung erfolgt schriftlich im Multiple-Choice-Verfahren auf Englisch. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail bei Michael Kraus, Delta Foxtrot 3, Victor Mike, erforderlich.
Zweite Maker Faire Berlin mit Amateurfunkbeteiligung. Zum zweiten Mal findet die Maker Faire in Berlin statt unter Beteiligung der Funkamateure. Vom 30. September bis 2. Oktober präsentieren sich auf dem Gelände am Gleisdreieck 800 Maker an 190 Ständen. Bis zu 15.000 Besucher werden erwartet. Ein Team aus den Ortsverbänden Freunde des CCC, Delta 23, Hohenschönhausen, Delta 20 und Treptow, Delta 25, präsentiert dem interessierten Publikum an gleich zwei Ständen, unter anderem die Amateurfunkthemen Notfunk, Morsen, Packet Radio, Echolink und ATV. Bei der vergangenen Maker Faire in Berlin ließen sich rund 8.000 Besucher von kreativen Do-it-yourself-Ideen begeistern. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet. Einladung zur Hemnet-Tagung 2016 an der RWTH Aachen. Nach der ersten Hemnet-Tagung 2015 in Nürnberg lädt die IP-Koordination Deutschland, das DARC VHF UHF SHF Referat und in diesem Jahr die Amateurfunkgruppe an der RWTH Aachen University zur zweiten Hemnet-Tagung am 19. November 2016 in Aachen ein. Für ein abwechslungsreiches Programm werden die Themenbereiche Netzausbau und Backbone sowie Anwendungen im Hemnet durch in der Regel 30-minütige Kurzvorträge in zwei Vortragssälen sorgen. Das Technische Programmkomitee bittet um möglichst zeitnahe Eingaben zur Planung des Vortragsprogramms. Mögliche Themen werden im Call for Paper beschrieben. Weitere Informationen sind im Internet bzw. auch im Hemnet zu finden. Die Veranstalter bitten außerdem um eine unverbindliche Besucheranmeldung zur besseren Planung der Tagung. Darüber informiert für das Tagungsteam Jan Traschewski, Delta Golf 8, November, Golf November. Aktuelle Conteste an diesem Samstag, das ist der 17. September, da läuft der Thüringen-Contest das gesamte Wochenende hindurch. 17. bis 18. September der Scandinavian Activity Contest. Für unsere RTTY-Freunde gibt's am 18. September den BARTG Sprint 75. Und am 24. und 25. September, da gibt es den CQ Worldwide RTTY DX Contest. Am 24. September gibt's wieder einmal einen AGCW DL VHF UHF Contest. Da geht es um Telegrafie auf 2,70 Meter. Außerdem am 24. September der RSGB International Sprint Contest. Dann haben wir noch am 25. September den Aktivitätskurzcontest des DARC Distriktes Ruhrgebiet. Und am 26. September, das ist ein Montag, der DIG Papa Alpha Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HF Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der Ausgabe 9 2016 auf Seite 70. Der Funkwärterbericht vom 13. September, herausgegeben von Hartmut Büttig, Delta Lima 1, Victor Delta Lima. Zunächst der Rückblick vom 6. bis 12. September. Die Sonnenaktivität war sehr gering, denn der stärkste Flare im Berichtszeitraum war ein B9,6 am 10. September. Die Messwerte der 10,7 cm Radiostrahlung, also des solaren Fluxes, spiegeln die Situation wider. Sie pendelten zwischen 95 und 86 solaren Fluxeinheiten. Das geomagnetische Feld war bis zum Mittag des 8. September sehr unruhig und danach bis jetzt sehr ruhig. Nur der Sonnenwind, gemessen am Flux hochenergetischer Elektronen, war immer angehoben. Dies bemerkten wir am lästigen Fading, selbst auf dem 20-Meter-Band. Die Ausbreitung auf den unteren Kurzwellenbändern wurde begünstigt durch das geringe atmosphärische und geomagnetische Störpotenzial und durch die zeitliche Nähe zum Herbstanfang. Die DX-Signale auf 80 Meter kurz vor unserem lokalen Sonnenaufgang waren schon recht gut. Die besten DX-Bänder waren 40 Meter, gefolgt von 20 und 30 Meter. Auf den Bändern darüber gab es an einigen Tagen noch sporadisch E-bedingte Short-Skip-Bedingungen, selbst auf 6 Meter. Die spätsommerliche Hochdrucklage begünstigte auch troposphärisch bedingte Überreichweiten auf den Mikrowellenbändern. Vorhersage bis zum 20. September. Die Entwicklung der Sonnenaktivität erweckt nicht den Eindruck, in den nächsten 7 Tagen bessere Ausbreitungsbedingungen vorzufinden als derzeit. Die drei für uns sichtbaren Sonnenflecken werden über den westlichen Sonnenrand verschwinden. Damit sinken die Fluxwerte weiter. Sofern die hochsommerliche Großwetterlage nicht durch zunehmende Gewittertätigkeit unterbrochen wird, bleiben gegenwärtig außer 20 Meter die Bänder 40, 30 und 80 Meter interessant für DX-QSOs in den pazifischen Raum. Auch das 160-Meter-Band sollte während der Dämmerungszeiten beobachtet werden.
Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 18.22 Uhr, in Ostaustralien um 20.21 Uhr, in Westaustralien um 22.16 Uhr, in Singapur geht die Sonne auf um 22.56 Uhr Weltzeit, in Japan um 20.22 Uhr, auf Hawaii um 16.18 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort ist Sonnenaufgang um 15.23 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 4.05 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien um 13.51 Uhr, auf den Falklandinseln um 10.02 Uhr und in Berlin in Deutschland ist Sonnenaufgang um 4.39 Uhr Weltzeit. Sonnenuntergang USA-Ostküste 23.05 Uhr. USA-Westküste 2.18 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21 Uhr, UTC auf den Falklandinseln um 21.43 Uhr, Sonnenuntergang auf Hawaii ist um 4.34 Uhr Weltzeit, in Anchorage in Alaska um 5.19 Uhr, in Johannesburg in Südafrika um genau 16 Uhr, in Neuseeland um 6.11 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 17.22 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland-Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatten Stefan Hüpper, DH5FFL und Thorsten Schmidt, DU1DAA vom Amateurfunkmagazin CQDL. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DARC. Wenn Sie Meldungen für den Deutschland-Rundspruch haben, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie Ihre Beiträge bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte auch schließlich an die Adresse redaktion@darc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH, bis zur nächsten Woche. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld. Dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk hoeveel inzet het kost om en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7 8 4 0 5 1 2 7 4 8 9 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.